In week 2 wordt er gewerkt met grote prenten van patronen en van rijtjes. En hier wordt er dan aan de kleuters gevraagd om te sorteren. Dus hier kijken ze van oké, hier is een eenheid die herhaalt. Dus die mag bij het toontje, want dat is een patroon. En hier, een foutje. Dus die komt bij het monster te liggen. En hetzelfde is dan eigenlijk voor de zelfstandige activiteit. Dat zijn dan kleinere kaartjes die kinderen ook telkens moeten gaan sorteren op de juiste plek. Ja, dus iets gelijkaardig gaan ze dan doen zelfstandig. We werken dan met kleinere kaartjes, maar die moeten de kleuters ook gewoon gaan sorteren. Ofwel bij toon, ofwel bij het monster. En je kan dan zelf gaan kijken hoe dat je dat wil controleren, of ze juist of fout zijn.